als Jim de Vogelaar. En waarom? Omdat ik helemaal weg ben van vogels. Ik observeer ze. Ik leer van ze. En ik schrijf zoveel mogelijk over ze op in mijn boek. Ik ben wat je noemt een echte vogelkenner. En vandaag ga ik jullie het verhaal vertellen hoe ik ooit terecht ben gekomen hier in Djungola. Het begon allemaal met de legende van de vogel, de Laia Laia. De grootste vogel die zou moeten rondvliegen op deze planeet. Volgens de Amalaya-legende zou die poten moeten hebben, zo groot als een struisvogel. En een bek, zo groot als een leeuw. En ogen, nog scherp dan een haar. Wat kind zijn haar wist ik, als ik deze vogel zou ontdekken, dan zou ik echt wereldberoemd worden. En na jaren van onderzoek wist ik precies waar ik zoeken moest. Een mysterieus stukje jungle hier heel ver vandaan. En de enige manier om daar te komen is met een vliegtuig. En daar ging ik op naar het grootste avontuur van mijn leven. Ik zag de krantenkoppen naar voren. Jim de Vogelaar, die ontdekt de grootste vogel van de wereld, de Laia Laia. Dat is een vaaravontuur, maar natuurlijk moet je weten. Dat dit nog wel eens een risicovolle reis zou kunnen worden. Tijd! Ik ben een pikzwart en voor ik het wist, beland ik in noodweer. Raakt een hevige turbulentie. De bliksem schrikte als grote lichteffecten rakelings langs het toestel. Alsof ik terecht gekomen was in een rok of zo. Maar nee, dit was serious business. En toen opeens hoorde ik dat. Daar, in de vet, zag de schip opdoen uit de regen. Ik keek goed. Dit moment begreep ik nooit meer. Ik geloofde mijn eigen ogen niet. Ik wist wat ik zag. Ik zag poten, zo groot als een struisvogel. En een bek, zo groot als een leeuw. De Laia Laia, de legende. Hij was echt. Het enige wat ik nodig had als bewijs voor de buitenwereld, was één goede foto. Dit was het moment. Toen sloeg een noodlot toe. De bliksem sloeg in de motor van mijn vliegtuig. Alsof het niks was. Het vliegtuig raakte in de duizeling weg in de duikvlucht naar beneden. En een moment dacht ik nog, Jim, hou dat toestel in de lucht. Maar dat ging niet meer. Ik deed een parachute, opende de deuren van het vliegtuig. Ging op de rand staan, maar die bonst in mijn keel. En ik sprong. Toen werd alles zwart. Ik voelde mij niet meer komen. Ik voelde helemaal niks meer. Ik was in slaap gevallen. Eigenlijk was ik flauw gevallen, maar dat is niet zo stoer om te vertellen. Sst. Enkele uren later werd ik wakker. Kletsnat van de regen. Mijn parachute die was in de boom terechtgekomen. Die had mijn val gebroken en uiteindelijk mijn leven gered. Ha. En sindsdien baan ik hier rond. Al gauw kom ik tot de conclusie dat ik hier helemaal alleen bestond. Dit wordt mijn nieuwe leven. Mijn nieuw bestaan. Ik moest leren samenleven met de dieren. De elementen van de natuur leren gebruiken. En de onderdelen van mijn toestel wijs inzetten. Maar één ding houdt me altijd op de been. De zoektocht naar de Laia Laia. Ik werd vereerd door de Amalaya-stam. En straks de boek ingaat als de ontdekking van Jim de Vogelaar. Elke dag blijven kunnen. Ik weet zeker dat ik dit bij de ontdekking ben. En elke dag kan zomaar de dag zijn dat ik oog in oog sta met de grootste vogel van de wereld, de Laia Laia. Hoe gaaf zou het zijn als ik een foto kan maken van de Laia Laia tijdens de paringsdans? Kaka! Kaka! Sorry, ik moet een klein beetje gaan. Maar dat krijg je, hè? Als je zolang als ik alleen woon in de jungle, dan word je een beetje. En nou zijn jullie er ook. Hebben we het naar onze zin in Wildlands? Ja! Dat kan enthousiast, hè? Daar kunnen wij over doen. 3, 2, 1. Hebben we er onze zin hier? Ja! Maar nou, wacht eens even. Nu jullie er toch zijn, misschien kunnen jullie mij wel helpen. De kans is klein. Maar stel je voor, ik zit hier lekker met jullie te kletsen. En achter mij vliegt ineens een Laia Laia voorbij. Laten wij een teken afspreken dat jullie mij kunnen geven. Zodra jullie de Laia Laia horen of zien. Deal? Ik heb het idee. Doe mij maar na. Allemaal jullie handen boven jullie hoofd.
Komt ie aan. 3, 2, 1. Zaza. Zaza. Rauw. Oké, nog één keer. Voor de zekerheid. Voor ik zeker weet dat er niks mis kan gaan. 3, 2, 1. Zaza. Zaza. Rauw. Goed blijven opletten. Horen of zien jullie de laaien. Laaien, geef mij dan dit teken. Dan kan ik achteraan gaan voor die ene belangrijke foto. Zoals ik al zei, heb ik mezelf aangeleerd te overleven in de jungle. En dan zie ik jullie denken. Jullie, hoe kook je dan? En Jim, wat eet je dan? Ja? Zeg jullie, en Jimmeke, hoe blijft er zo'n opgemerkt in de jungle? Goede vraag. Laat mij jullie vandaag zien hoe ik dat allemaal heb gedaan. Jongens en meisjes, papa's en mama's, toevallige voorbijgangers, ik neem jullie mee in mijn wereld. Welkom in Jungle. Nou ben ik een hele stoere avonturier met de berg Sjaarmo over me heen. Goedemiddag. Maar het is niet de bedoeling, als ik straks ligt te slapen, dat ik beslopen voor een eng roofdier dat me ook aanziet voor een lekker hap. Om dat te voorkomen moet je goed kunnen verstoppen. En dat doen we? Camouflage. Camouflage, inderdaad. Superhandig, dat ik net als een chameleon kan veranderen in de kleur groen en bijna onzichtbaar word voor de hele omgeving. Ik ga jullie het geheim vertellen hoe je zo onopvallend mogelijk in de jungle kan verblijven. Maar dat kan ik niet alleen. Daar heb ik een vrijwilliger voor nodig. En daarmee bedoel ik een hele stoere papa of mama. Wie van jullie heeft de stoerste papa of mama van Jungola? Jij? Jawel. Laat je spier wel eens zien. We hebben het zo. Nee, jij? Laat je spier wel eens zien. Hoe is het? Wow. Toch, kom er maar bij. Hoe heet je? Henk. Mag ik een grote applaus voor Henk? En dan ben ik de koning van de jungle in het verstoppen te spelen. Maar Henk, kun jij je ook goed verstoppen of weten ze je altijd te vinden? Ja, heel goed. Dan gaan we vandaag eens eventjes testen. Met takken, mossen en blaadjes weet ik mezelf altijd onder te dompelen in de kleuren van de jungle. Als jij even blijft staan, ik heb speciaal voor jou uren mee bezig geweest. Van oude legernetten uit mijn vliegtuig. Een camouflagepak gemaakt. Gaaf, hè? Die mag jij even aantrekken. Zeg, en Henk. Had je het al warm? Moet je straks eens opletten. Knoop hem maar goed dicht. Wij gaan een spelletje spelen. En dat spelletje heet Waar is Henk? En dat gaat als volgt. Jullie doen straks allemaal jullie ogen dicht. Jullie ook. Dan heb je 3 seconden tijd om je te verstoppen. Dan doen jullie je ogen weer open. En dan vraag ik aan jullie, waar is Henk? Als je Henk dan ziet, dan wijs je naar hem en dan schreeuw je uit volle borst, daar is Henk. Ja? Gaan we even oefenen. 3, 2, 1, waar is Henk? Ja! Dat kan harder, hè? 3, 2, waar is Henk? Ja! Top. Allemaal in die ogen dicht, dan kan Henk zich gaan verstoppen. 3, 2, 1, waar is Henk? Ja! Dit was geen goede poging. Geen niks, ik ga je helpen. We hebben 10 seconden nog, iets meer tijd. Ik ga je mee helpen, komt helemaal goed. Knopen met me goed dicht. Nu straks gaan we even open, niet lang. Allemaal in je ogen dicht, niet spieken. Niet spieken, niet. Allemaal ogen dicht. Jullie ook? Ik hou iedereen in de gaten. Ik kan iedereen wel zien nu. Oh, top. 10. Kom maar. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Waar is hij? Hebben jullie zieken zitten spieken? Ja, hij zit te lachen. Hij knikt een beetje op. Ja. Maar dan geeft hij helemaal gelijk. Hij zit en staat daar tussen mijn huis en de bomen. Henk, wil je even zwaaien? Voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Henk, blijf zwaaien. Zien jullie hem? Gaan we. Hey, we gaan verder met stap 2. En houd ook in dat jij zo stil mogelijk moet blijven staan. Jij mag niet bewegen, oké? Okay? Maar laten we Henk daar staan. Gaan we kijken of we hem kunnen vergeten in de omgeving. Gaan we door, maar misschien het allerbelangrijkste. Eten en drinken. Om mezelf te voeden moet ik altijd op zoek gaan naar geschikt voedsel. Dan vind ik een vis uit de Rimboela rivier wel erg lekker. Ja, dat moet ik zelf vangen, hè? Dus wat doe ik als ik zin heb in een lekkere snack? Dan ga ik op zoek tussen de takjes en de blaadjes naar insecten. Insecten zitten bomvol voedingsstof van eiwit. En als je goed zoekt, zijn ze best lekker. Wie van jullie heeft nog wel eens escargot gegeten in Frankrijk? Niemand? Dat zijn kleine slakjes met kruidenboter uit de oven, met een stokbroodje erbij, hartstikke lekker. Maar dat hebben we hier niet. Nou, wat heb ik wel? Ik heb de grootste slakkensoort ter wereld. En dat is de agaatslak. Dat is de grootste slakkensoort ter wereld.
En je hebt hem hier in de remoula. Nou is dit nog maar een kleintje. Een volwassen algaatzak, die kan een huis krijgen van 20 centimeter en een lichaam van 30 centimeter. Groot, hè? Wat denk je? Is het een jongetje of een meisje? Oké, hé? Wat denk jij? Een jongetje of een meisje? Hij heeft dan horen. Niemand? Nee? Een mannetje? Zullen we even gaan stemmen? Ja. Wat denk jij? Jongetje of een meisje? Een jongetje? We gaan stemmen, oké? Wie denkt dat het een jongetje is? Vingers. En wie denkt dat het een meisje is? Beide. Ik hoor je iemand zeggen, beide. Dat heb jij goed. En weet je hoe we dat noemen? Maar Veronique, hartstikke goed. Het is een jongetje en meisje tegelijkertijd. Super handig bij het maken van kinderen. Want wat doen ze nou? Ze kruipen zich heel dicht tegen elkaar aan en dan schieten ze allemaal pijltjes naar elkaar. Net als bij Cupido, super romantisch. En dan kunnen ze wel 100 tot 500 eitjes leggen. Veel, hè? Ja, een beetje romantisch. Wil je samen opeten met een beetje kruidenboter? Eén dag in de jungle en meteen zo'n gaatslak is ook een beetje veel gevraagd. Ik leg hem terug in de bak. Kunnen jullie die na de show van dichtbij bekijken? Het is ook erg belangrijk om te weten wat je niet kan eten. We hebben wat giftigs meegenomen. Dan moet ik op een... Ja, jullie, die moet ik op een zakdoekje leggen, anders word ik hartstikke ziek. En dat is de miljoenpoot. Kijk eens. Gaaf, hè? Hij zit helemaal in elkaar gekrupt. Ik zal straks uitleggen waarom. Ik wist, ondanks dat hij de miljoenpoot heeft, nooit meer een 800 pootjes heeft. Dat is een boomwachtgrond, hè? Nou, wat doet hij nou als er gevaar dreigt? Daar krult hij zich helemaal op en dan zorgt hij voor een giftig stofje over zijn hele lichaam. En dat maakt hem oneetbaar. Wie van jullie weet het misschien? Welke van de dieren handig gebruik maken van dat giftige stofje? Hebben jullie de ringstaafmakers gezien? Ja. De familie daarvan, de zwarte makers, die pakken zo'n miljoenpoot, smeer een hele lichaam in met dat giftige stofje. Tegen luizen en vlooien. Dat moeten wij niet proberen, want dan zitten we helemaal onder de blaar. En als wij een miljoenpoot tegenkomen, dan laten wij die lekker liggen. Gaaf, hè? Een volwassen miljoenpoot kan wel 38 centimeter lang worden. Groot, hè? Leggen we terug in de bak. En dan gaan we gauw door met het laatste onderdeel van... Met het laatste onderdeel. Met wat we wel kunnen eten. Let maar eens op. Kijk eens even. Dit zijn mijn chickies. Leuk, hè? Tja, die kunnen we wel opeten. Ja, op langere termijn hebben we er niks aan. Het is ook een beetje zielig, hè? Wat is nou veel slimmer? Iemand een idee? Eieren. Wat is er nou lekkerder dan elke ochtend een verse ei? En over lekkere dingen gesproken, wie van jullie houdt er van popcorn? Top! Ik heb speciaal voor jullie jungle popcorn gemaakt. Heerlijke, geroosterde mealwormen. Wil je proeven? Ja, maak een groot applaus voor deze stoere avonturier. Het is echt een delicatessen hier. Er zit bomvol en grote vrienden. Henk, wat is er? Een monster? Wat bedoel je monster? Hij heeft mijn zwijntjes ontmoet. Mag ik jullie voorstellen aan mijn maatjes en stofzuigers? Zij ruimen alles op wat ik rond laat slingen. Zo heb ik nooit last van muizen, ratten en andere ongedierte. En jij leek veel te veel van blaadjes slaan. Als jij nou je jas uittrekt, dan lijk ik zo. Denk je dat je met de stoerste papa te maken hebt? Nou, mag ik jas aan mij geven? Mag ik een groot applaus, want misschien de stoerste was de allerliefste papa van Jungola. En dankjewel, hè. Weten wij het teken nog? Wil je nog even één keer noemen voor de zekerheid? Allemaal jullie handen boven jullie hoofd. 3, 2, 1, zaza. Zaza. Wauw. Top. Hang ik de jas op en dan kunnen we gauw door met het laatste onderwerp. En dat is... Oh, geen paniek. Nou weet ik waarom Henk en de zwijntjes zo geschrokken zijn. Als jullie rustig blijven zitten, ga kijken of ik het te pakken kan krijgen. Help je mee? Wat gaaf. Hé hey, vriend. Hele goede middag. Kom jij even koekeloeren hier? Moet je eens kijken wat gevonden. Een koningspython. Gaaf, hè? En jullie hoeven niet bang te zijn. Het is geen gifslang. Het is een burgerslang.
Je moet hem alleen in je sjaal gebruiken, dan komt alles goed. Als jullie goed kijken, dan zie je dat hij trouwens zijn tong uitsteekt. Wie weet waarom de slang dat doet? Inderdaad, daar kan hij mee ruiken. Als jullie nog beter kijken, zien jullie ook dat hij een gespleten tongpunt heeft. Daarmee kan hij ruiken in stereo, op twee plekken tegelijkertijd. En dat is handig tijdens het jagen. Hij eet ongeveer één keer in de anderhalve week. En na 4 maanden heeft hij zoveel gegeten, dan moet hij gaan vervellen. Ja, Henk, over camouflage gesproken. Mooie schutkleur, hè? Zeg, het is een koudbloedig dier. En dat houdt in dat hij zich overdag moet opwarmen in de warme lucht. En in de zon, zodat hij s'avonds op pad kan gaan. Gaaf, hè? Dus kijk. Het is één groot mooi spier. Vet, hè? En ik leg hem weer terug waar ik hem vandaan heb. Want dan kan hij doen wat hij goed doet. Dus overdag rustig aan doen. En s'avonds op jacht. En dan kan ik doen waar ik goed in ben. En s'avonds rustig aan doen. En overdag op zoek naar de laaier laaier. Leg je weer op dezelfde plek terug. Dan raakt hij ook niet gestrest. En dan kunnen wij gauw verder. Even kijken. Dit is een mooi rustig plekje. Top. Gaan we door met hygiëne. Jullie vragen je vast af, Tim, hoe was je jezelf nou in de jungle? Weer zo'n goede vraag. Ja. Nee, ik dacht even dat ik een laaier laaier hoorde, maar ik zit hier zo lang alleen, ik hoor dingen die er niet zijn. Goed, gaan we verder. Ik heb geen shampoo en warme douche als jullie. De laaier laaier, het is een wel, het teken. Sazam, sazam. Ik moet er vandoor. Hartstikke bedankt en nog heel veel plezier vandaag. Helemaal friends. Doeg! Wat gaaf! We moeten dan eigenlijk die foto maken. Dames en heren, jongens en meisjes. U heeft kunnen genieten van het verhaal van Jungle Jim. Er is nu gelegenheid om Jim persoonlijk te begroeten. Wij wensen u nog een avontuurlijke dag hier in Wildlands. Oh, is het weer te snel af. Nee. Kom lekker naar beneden. Kom nog even naar Gaatslag op de Miljoenpoot kijken. Als je met me op de foto wil, kom ook lekker naar me toe. En de mailbox kan je krijgen met een vrouw in een blauw t-shirt. Dank jullie wel en nog heel veel plezier vandaag.